gisteren gehandboeid door de overvallers, met pepperspray bewerkt en ja, vandaag alweer aan het werk, zeg. Klopt, ja. Proberen het proces te verwerken. Proberen alle beetjes bij elkaar te krijgen om uiteindelijk zelf bij hem op te lappen. En hoe gaat het dan met je? Toch wel redelijk aangeslagen. Heftige impact, vooral voor mijn leeftijd. Jong fris begin net aan mijn carrière en mijn tweede week van mijn nieuwe werk en nu dit. Ja, het is heftig. Wat gebeurde er precies? Hoe ging dat? Ja, ze kwamen binnen met een heftig geschut, was een chaos. Leek niet voorbereid te zijn. En ze begonnen al met pepperspray overal rond in te spuiten en daarna met messen en geweren te dreigen. Uiteindelijk ben je op de grond gegooid, word je geboeid en word je nog even volgespoten. Voor je het weet is het voorbij, 2-3 minuten was het. Ja. Je werd gehandboeid, hè? Ja, klopt. Ja, dat was geen prettige ervaring. Je ziet normaal op tv dat doen van mij. Maar jij, ik denk dat ze me wilden veiligstellen. Ik zat natuurlijk op een plek die niet overzichtbaar voor hun was. Dus ja, of ze wilden me meenemen, ligt eraan wat er niet is. Het was meer dat ik bang was om het feit van wat gebeurt er. Niet zozeer om het meenemen, dat was een gedachte die in me opkwam. Het was meer om het feit van ja, wat gaan ze met je doen en wat doen ze met je collega's. En gaat de collega ingrijpen? Gebeurt het wel niet gelukt is of niet gebeurd, is allemaal met de sissen afgelopen. Ja, vol goede moed nou toch maar verder dan? Je probeert er het beste van te maken. Het is een nare gebeurtenis. Je weet niet wat de inklap en de impact gaat zijn achteraf. Het kan natuurlijk nog allemaal echt nog erger worden. Alleen op dit moment zie ik mezelf er goed ondergaan. Wellicht slachtofferhulp, maar op dit moment probeer ik alle beetjes bij elkaar te pakken in het drijfveer door te zetten om weer lekker aan de slag te gaan. Ja. Ga lekker aan de slag. Ja, precies. Dat gaan we zeker doen.